Hoe kom je TEDx Amsterdam binnen? Dat je kunt, of je moet, je aanmelden op onze website. Daar moet je je profiel invullen. We hebben een aantal vragen op onze website die we stellen. Eén daarvan is bijvoorbeeld, wat is jouw favoriete TED-talk? Het is gewoon om een idee te krijgen van, ja, waarom zou iemand erbij moeten zijn? Dat kan variëren van, nou, ik vind gewoon TEDx leuk. Dat kan een perfecte antwoord zijn tot een heel gecompliceerd antwoord over, nou, noem het maar op, wetenschap en kunst en integratie, et cetera, et cetera. Ik zit in de zaal waarschijnlijk omdat ik bevriende organisatie ben. TEDx Vlaanders. Okay. Dus Antwerpen. Want het doel is uiteindelijk om een heel gevarieerd publiek samen te stellen. En gevarieerd in, ja, in alles wat je kan bedenken. Van heel simpel man, vrouw, jong, oud tot... gestudeerd, niet gestudeerd, maatschappelijk succesvol, niet succesvol, kunstachtergrond, wetenschappelijke achtergrond, businessachtergrond. Wij maken Polaroids met een oude 1982 camera, met nieuwe Impossible film van de speakers, zoals hier, de kleindochter van Charles Darwin. En dat zetten we online, dus we maken analoog digitaal en dan digitaal ook nog in augmented reality. Dus dat is wat we doen. En op die manier zijn jullie ook binnengekomen hier? Ja, ja, we hebben ons idee gedeeld en dat vonden ze gaaf. Ik heb een heleboel mails gekregen van mensen die zeggen, ja, ik vind eigenlijk wel ik erbij moet zijn en waarom niet. En ja, die probeer ik wel allemaal persoonlijk te antwoorden. Maar je merkt, ja, je moet mensen teleurstellen. Ja, 6.000 geïnteresseerden, 700 plaatsen. Dat betekent dat je over de 5.000 man moet teleurstellen. Nou, ze hebben ook wel wat van dan. Ja, dat kan. Ja. Yes. Dan mag je ook nog je naam op de Polaroid schrijven. Ja. Oké. Zodat ze persoonlijk worden als we ze gaan digitaliseren.